15 januari. Hoe zit het met jouw wijveldraden, Marjan? De verse groenten. Ja, het begint er een beetje troosteloos uit te zien. Mijn kerstmenu kan ik daar altijd nog net gaan oogsten. En dan nog een klein beetje later. Maar nu, ja, ja. Nu komen de magere maanden toch aan. En, eventjes toch. Ja. En Sandra is er weer komen bijstaan. Sandra. En we hebben daar ook een vraag over van Sophie, trouwens. Zij zegt, ja, Sandra, in de winter lijkt het aanbod aan verse groenten en fruit toch altijd wat kleiner. Ja. Welke groenten zijn er nu op hun best? Ja. De typische wintergroenten en ook zo die beetje vergeten wintergroenten, zoals pastinaak, peterseliewortel bijvoorbeeld, ook heel lekker. Ja. Lijkt op een pastinaak, maar is anders van smaak. Ja. Wat ik zelf ook heerlijk vind, is winterpostelijn. Dat is ook minder bekend. Maar het zijn zo heel zachte blaadjes. Je kan het eten zoals spinazie, ook rauw heel lekker in een salade. Raapjes. Die zijn er ook nog. Zo meer de koolsoorten, de spruitjes. Hutsepot. Het is de moment, hè. Ja, nu is het. Maar het aanbod is beperkter natuurlijk dan als we kijken binnen een paar maanden. En zeker wat betreft fruit, hè. Als je kijkt nu, lokaal. Gaan we niet verspringen. Meer, hè? Nee. Maar wat ik in de winter bijvoorbeeld ook vaak doe, is met diepvriesfruit werken. Zeker voor het maken van, ik zeg maar, 's ochtends zit ik vaak een granola met yoghurt bijvoorbeeld. En ik doe daar graag vers fruit bij. Mm-hmm. En er is niet zoveel fruit. En dan koop ik zo van die diepvriesbessen. Dat zonder toevoegingen. En de avond vooraf haal ik dat uit de diepvries. Ik zet dat in een schaaltje in de koelkast. Ik laat dat ontdooien. Ja. En dan 's ochtends meng ik dat met een natuurjoghurt. Of dat kan ook met een plantaardige yoghurt bijvoorbeeld. En dan heb je zo toch die portie fruit. En zo zeker in de natuur zo die bessen, die donkerblauwe kleuren. Zoals blauwe bessen bijvoorbeeld, braambessen. Die zijn ook super gezond. Ja. En die vitamine die blijven ook goed bewaard. Bijvoorbeeld vitamine C blijft heel goed bewaard bij diepvriesfruit. Ja. Dus dat kan eventueel een alternatief zijn om toch wat meer variatie te krijgen. Ja. En vooral aftellen dan naar de lente, dan de zomer. Dan is het feest natuurlijk. Ja. En voor de mannen die luisteren, hè, dat vrouwelijk rondje van daarnet. Die beste, dat is ook goed voor de prostaat. Hè. Ik geef het maar mee. Ja, klopt. En voor de potentie. Oh, mannetjes. Tegen het plafond. Wanneer was dat nu weer nodig? Is dat nog informatief? Maar, ik vind, je kan de man niet genoeg stimuleren om gezond te gaan eten. Dank je wel. En niet alleen fruit, hè. Stel er ook. Hè. Kom, nu je toch bezig bent, wat nog? Wat nog, Sandra? Kom. Oesters, chocolade, binnenkort asperges. Ja. Binnenkort is nog eventjes, maar boven. We zijn hoopvol. Ja, we zijn weer in blijde verwachting. Oh. Dank je wel, Sandra. Nooit zoveel sms'jes van mannen binnengekomen als nu.